Welkom bij Chapt 118 in Veldhoven. Ik laat je heel graag deze riante vrijstaande woning met veel ruimte eromheen zien. We gaan binnenkijken. Via de overdekte entree kom je binnen in de hal. En vanuit de hal heb je toegang tot de ruime kamer aan de voorkant, de trap naar de eerste verdieping en de leefruimte aan de achterzijde. Aan de voorzijde van de woning ligt deze bijzonder royale multifunctionele kamer. Via een mooie glazen deur kom je binnen in de leefruimte. Een hele leuke woonkamer met bijzonder veel leuke hoekjes. Hier zit bijvoorbeeld een leuke werkruimte en een hele grote open woonkamer. Door de speelse indeling van de woonkamer heb je heel veel indelingsmogelijkheden. Er ligt een mooie grijze tegenvloer met vloerverwarming, net als in de rest van de woning. Er is een hele gezellige gashaard en via de schuifdeur heb je toegang tot de achtertuin. Zowel vanuit de woonkamer als vanuit de keuken kun je via een mooie schuifdeur deze gezellige achtertuin betreden. De achtertuin is bijzonder sfeervol ingericht. Er is een hele fijne overkapping, mooie sierbestrating, kunstgras en diverse vaste planten. En via de tuin heb je toegang tot de achterzijde van het perceel. Helemaal achter op het perceel ligt deze riante werkruimte. Bestaat uit twee delen, beide in spouw gebouwd. Er is ook een gedeelte wat overkapt is en er liggen zonnepanelen. Aan de achterzijde is dit hele fijne kantoor tegen de woonkamer gesitueerd. Een ideale thuiswerkplek. Midden in het huis ligt deze hele gave woonkeuken. Super royaal, voldoende groot voor een grote tafel en bijzonder compleet. Volop inbouwapparatuur en een grote schuifpui naar de tuin. Naast de keuken ligt deze royale, bijzonder praktische bijkeuken met diverse vaste kasten, een wasmachine-aansluiting en een uitstortgootsteen. Het toilet is bijzonder royaal, eigentijds en voorzien van een mooi fonteintje met een meubel eronder. Helemaal achteraan het huis ligt deze hele fijne tuinkamer. Een fijne multifunctionele ruimte die voor heel veel doeleinden gebruikt kan worden. Ook de eerste verdieping is weer een zee van ruimte. Vier grote slaapkamers, twee badkamers, een separaat toilet, bergkast en een trap naar een grote bergzolder. Het moderne, geheel betegeld toilet is voorzien van een fonteintje in een meubel. Deze supergezellige slaapkamer zit onder de kapschuinte. Een mooie dakkapel en dezelfde laminaatvloer als de rest van de verdieping. Deze master bedroom is lekker ruim. Heeft een dakkapel met voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed en een grote kast. De grootste badkamer is lekker compleet. Een dubbele vaste wastafel, toilet, een lichtbad en een hele fijne douche. Ook deze slaapkamer heeft dezelfde kwaliteit als de andere kamers. Lekker ruim, ideaal voor opgroeiende kinderen. Ook deze kamer is weer gigantisch. Er zou makkelijk een tweepersoonsbed op kunnen staan. Dus ideaal als gastenkamer. Super fijn. Een tweede badkamer voor gasten of voor je kinderen. Lekker compleet met twee wastafels en meubel en een douche. Wat een ruimte. Vier grote slaapkamers, toegankelijk vanaf deze royale overloop. Met daarop een hele fijne airco die zowel kan koelen als verwarmen. Dit filmpje is echt veel te kort om dit super speelse royale huis te laten zien. Maak daarom een afspraak en wij van Pit Makelaars laten je het heel graag van de binnenkant zien.